ben Gesine van de Ven, lijsttrekker voor de SP in Almelo. Nou, Almelo is een prachtig mooie stad om te wonen, daar zijn we echt trots op. Maar wat er als eerste moet veranderen is dat er weer oog voor het kleine is. Dat het weer, ik bedoel, de binnenstad is hartstikke mooi, maar we willen graag dat er nu ook weer aandacht naar de wijken en de buurten gaat. Ja, 3 is natuurlijk wel een beetje weinig, maar laten we eerst beginnen met de armoede. De armoede vind ik persoonlijk echt ontzettend erg. En dat zijn niet meer alleen de mensen die leven van de uitkering, maar er komen ook steeds meer werkende armen bij. Ik noem als voorbeeld Ellen, die woont in de Riet. Die werkt bij 3 thuiszorginstellingen om maar genoeg geld te verdienen om haar gezin te onderhouden. Ja, dat soort dingen, dat is gewoon te gek en daar moeten we echt iets aan doen. Diezelfde Ellen, die helpen we bijvoorbeeld al met duurzaamheid, laten we op haar huurhuis naar zonnepanelen zetten. Dat helpt Ellen direct met haar energierekening en Almelo wordt er duurzamer van. En zo hebben we enorm veel wat kleinere plannen die de mensen direct helpen. Ja, nou wat wij natuurlijk willen is dat niet alles van dat de gemeente alles bepaalt, maar dat juist de buurten en de wijken, dat is van de mensen zelf. Dus als daar ideeën in leven wat hun nodig hebben, dan vind ik dat de gemeente daar absoluut achter moet staan en dat moet ondersteunen. Ik bedoel, laten we het weer over Ellen hebben. Als bij hun in de buurt dat speeltuintje oud is en ze hebben een goed plan wat daar moet komen voor de kinderen of de jongeren die daar zijn, ja, dan moet dat gewoon kunnen. En dan moet dat niet zo moeilijk zijn dat in het gemeentehuis allemaal bedacht moet worden. Het moet gewoon simpeler, dichter bij de mensen. Nou, wat ik natuurlijk absoluut hoop is dat er geen mensen meer in armoede wonen. Dat mensen vol trots in Almelo kunnen leven en werken en hun vrije tijd besteden. En ik hoop ook dat de politiek wat dichter bij de mensen is gekomen. Dat wij niet meer die rare lui zijn in het gemeentehuis, maar dat wij gewoon lekker in de wijken en in de buurten zijn. En dat we gewoon met elkaar Almelo hartstikke mooi maken en houden.